Mijn naam is Catharina Anna Maria, maar ze noemen mij Cato. Ik ben geboren in 1898. Ons va en moe hebben heel hun leven lang geboerd. En zoals dat vroeger ging, ben ik ook in de boerenstil gebleven. Ik heb dat altijd een schoon bezigheid gevonden. En ook al was het soms hard werken, toch heb ik altijd graag tussen de beesten en op het veld gewerkt. Maar ziet eens hoe schoon weer het is voor half september. Gisteren zag ik een hele zwerm kraanvogels overkomen op hun weg naar het zuiden. Dat doen ze altijd in de patattentijd. Ik ben deze morgen met Fons en onze twee jongens nog patatten gaan uitdoen. Fons maakt de patatten los uit de grond met een patattenhaak en dan stoppen wij ze in manden. Daarna rapen onze jongens de kleinste patatjes op. Die gaan in de warme soep voor de koeien en voor het varken. Hier gaat niks verloren. Ja, wij zorgen goed voor onze beesten. We hebben 5 koeien, een vaars, een varken en nog wat hennen en konijnen. Deze morgen vroeg heb ik de koeien al gemolken. En rond de middag doe ik dat nog eens. Per dag geven ze elk zowat 10 liter melk. Vanmiddag neemt ons Anna, ons oudste dochter, ze mee naar de Broeken. Ze is al 15 en ze moet niet meer naar school. Ik geloof dat ze vandaag de kousen van de jongens ging stoppen terwijl ze de koeien hoedt. Ze is altijd bezig. Als ze later maar een goede man treft, dat ik me daar geen zorgen over moet maken. Als het maar niet begint te onweren als ze nog buiten zijn, want ik zie ginder de lucht wat betrekken. Gelukkig is het hooi al afgedaan in juni. En het nagras, de toemaat zoals wij zeggen, is 3 weken geleden binnengehaald. Er komt nu nog nieuw gras op de hooibroeken. Het staat een hand hoog en de beesten eten daarvan. Zolang het weer rustig blijft, blijven de beesten ook rustig. Maar als het begint te onweren, dan worden ze nerveus. Dan lopen ze te vroeg naar de stal en moet ik ze hooi voeren. En dat bewaar ik eigenlijk liever voor de wintermaanden. Het doet me eraan denken dat ik nog een nieuwe laag strooisel in de stal moet leggen. Hiervoor gebruiken wij twijgen van hei die de jongens in de heide zijn gaan kappen. Zo liggen de koeien droog en krijgen wij goede mest. Ik zal maar eens naar binnen gaan om te zien hoe het met Moe is. Ze woont sinds de dood van va bij ons in. Ze heeft mij veel geholpen met de kinderen. En ik heb ook veel te doen. Naast de beesten en werken op het land moet het huis ook nog op orde zijn. De was moet gedaan worden, het vuur moet aan de gang gehouden worden met hout en turf en dan moet er ook nog eten klaargemaakt worden. Gelukkig zijn de kinderen nu groot. Deze middag hebben mijn twee jongens het bakhuis proper gemaakt, want ik moet morgen weer brood bakken. Ze hebben ook gezorgd voor nieuw hout. 5 mutsaarden die ik morgen gebruik om de oven te stoken. Ja, ze hebben handen aan hun lijf, mijn jongens. Straks moeten ze de kar met patatten nog lossen en ze in een kuil op het hof stapelen. En dan moeten ze alles nog overtrekken met zoden en met zand tegen de regen en de kou. Het is zwaar werk, maar Fons zal hen wel helpen. Allee, zo te zien is het onweer toch overgetrokken. S'avonds komt ons Anna thuis met de koeien. En onze Fons zal ook wel stilletjes aan terug zijn van het veld. Ik heb daar straks een lekkere stoverij boven het vuur gehangen. Ik hoop dat ons Moe niet vergeten is om er af en toe in te roeren.